Welkom, mijn naam is Roberto Alvarez en in deze video kijken we naar paragraaf 3.3, de marktop. Dit zijn de drie lesdoelen van paragraaf 3.3. Hoe beïnvloeden vraag, aanbod en prijs elkaar? Hoe kun je vraag en aanbod in een grafiek gaan weergeven? En hoe kan de overheid de markt beïnvloeden? Vraag en aanbod. Alle vraag en aanbod bij elkaar opgeteld noemen we de markt. Bijvoorbeeld, alle vraag en aanbod van bloemen bij elkaar noemen we dus de markt voor de bloemen. Links zien we dus een vraag en aanbod van snijbloemen op een zaterdagse bloemenmarkt. We kunnen twee soorten markten gaan onderscheiden. We hebben een concrete markt, hier links op het plaatje weergegeven. Een markt die je dus fysiek kunt gaan bezoeken. Denk aan een weekmarkt of een winkel. En we kennen ook de abstracte markt. En dat is het geheel van alle vraag en aanbod naar een bepaald product. In deze slide beginnen we met een voorbeeldsom om het vraag en aanbod verder uit te gaan leggen. We beginnen met de vraag. Hierin heb ik twee kolommen gemaakt waarbij ik de prijs en de bijbehorende vraag laat zien. De prijs is bijvoorbeeld 25 euro en daar hoort een vraag bij van 1000 stuks. Dus er zijn 1000 consumenten die zeggen voor 25 euro wil ik zo'n t-shirt wel kopen. Je ziet dat als de prijs gaat dalen, er steeds meer consumenten zijn die dat product willen hebben. Vaak logisch, hoe goedkoper een product, hoe meer belangstelling er is. Dan gaan we naar het aanbod toe. Het aanbod werkt eigenlijk tegenovergesteld. Bij een hoge prijs zijn veel bedrijven bereid om hun producten te gaan verkopen. Hoe lager de prijs wordt, hoe minder aantrekkelijk voor een bedrijf om hun producten nog te gaan verkopen. In dit geval zien we bij een prijs van 25 euro dat er 3000 t-shirts aangeboden worden. Hier heb ik een overzicht gemaakt van vier verschillende mogelijkheden met vraag en aanbod. Als de vraag naar producten daalt, dus consumenten willen het minder graag hebben, dan zal het gevolg zijn dat de prijs ook moet gaan dalen. Voorbeeld 2. Stel dat consumenten juist meer producten willen gaan hebben, dan is het logische gevolg dat de prijs gaat stijgen. Aan de andere kant kunnen we ook vanuit bedrijven gaan denken. Als bedrijven zeggen wij gaan minder producten aanbieden, wat gebeurt er dan? Het aantal producten wat gekocht kan worden wordt kleiner, dus mensen moeten meer gaan vechten om datzelfde product te kunnen krijgen, dus de prijs kan daarmee omhoog. Het wordt namelijk moeilijker om aan dat product te komen. Aan de andere kant hebben we ook nog mogelijkheid 4, dat bedrijven extra producten gaan aanbieden op de markt. Het gevolg daarvan is dat er meer aanbod is en dat betekent dus dat de prijs van dat product zal gaan dalen, want mensen en bedrijven gaan met elkaar concurreren, omdat er steeds meer mensen zijn die een t-shirt aan gaan bieden. Daarmee daalt de prijs. In dit plaatje zien we de uitgewerkte weergave in een grafiek van de gegevens die we zojuist in die twee kolommen van prijs en vraag hebben gezien. De blauwe lijn is de aanbodlijn, dus van de bedrijven, en de oranje lijn is de lijn van de consument. Je ziet dus dat bedrijven bij een lage prijs maar weinig willen aanbieden en bij een hoge prijs meer producenten hun producten willen aanbieden. Voor de consument werkt het precies andersom. Als de prijs hoog is, zijn er maar weinig consumenten die bereid zijn het te willen kopen. Dat zien we links bovenaan. Bij een hogere prijs, aantal 0. Maar nagelang de prijs daalt, zul je zien dat er steeds meer consumenten zijn die dat product willen gaan kopen. Vandaar dat de vraaglijn van linksboven naar rechtsonder gaat en de aanbodlijn van linksonder naar rechtsboven. Hoe beïnvloedt de overheid dan de markt? Er is een nadeel van de vrije markt. De evenwichtsprijs is namelijk voor sommige mensen nog steeds te hoog, dus de prijs die we in de winkel gaan betalen. De overheid kan wel twee dingen gaan doen. Ze kunnen je gaan beschermen tegen hoge prijzen, daar hebben ze twee manieren voor. De overheid kan zeggen, we stellen een vaste maximumprijs in. Dus meer dan dat mag het niet gaan kosten. En je hebt optie 2.
De overheid kan subsidies gaan geven of toeslagen aan mensen met een lage inkomen. Wat je soms kunt zien is bijvoorbeeld dat mensen recht hebben op een huurtoeslag, zodat ze toch nog in een woning kunnen gaan zitten, al hebben ze eigenlijk te weinig financiële middelen om in dat huis te kunnen zitten. Ze kunnen je aan de andere kant ook beschermen tegen te lage prijzen. In dat geval kunnen ze een minimumprijs instellen, al komt dat vrijwel nooit voor. Net noemen we al een evenwichtsprijs. Dat is dus de prijs waarbij vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. Dus de bedrijven en de consumenten zijn het erover eens dat we een prijs hebben waarbij we elkaar gaan vinden. Bij een evenwichtsprijs hoort ook een evenwichtshoeveelheid. Dat zijn het aantal producten dat gevraagd en aangeboden wordt bij de evenwichtsprijs die we dus al gevonden hebben. Hoe vinden we nou eigenlijk een evenwichtsprijs en een evenwichtshoeveelheid? Hierin zien we een voorbeeld van de markt voor gazellefietsen. De vraaglijn dus van de consumenten is blauw, linksboven tot rechtsonder, en de aanbodlijn van de bedrijven van linksonder tot rechtsboven. De evenwichtsprijs vinden we altijd op het snijpunt van de twee lijnen. In dit geval zien we dus dat de snijpunt bij een prijs van 525 euro is. Links dus op de y-as. Als we op dat snijpunt naar beneden gaan, dan komen we op de x-as uit bij een hoeveelheid van 50 stuks. We hebben dus een evenwichtshoeveelheid van 50 producten met een bijbehorende prijs van 525 euro. Simpel gezegd, er gaan dus 50 consumenten een fiets kopen tegen een prijs van 525 euro. Waarom heeft de vraaglijn een dalend verloop? En waarom heeft de aanbodlijn een stijgend verloop? Kort nog even ter herhaling. Waarom heeft de vraaglijn een dalend verloop? De vraaglijn begint linksboven en eindigt rechtsbeneden. Hoe komt dat? Bij een hoge prijs zijn er weinig mensen die het willen gaan kopen. Als producten steeds goedkoper worden, wordt het steeds aantrekkelijker voor de consument om hem te gaan kopen. Waarom heeft de aanbodlijn een stijgend verloop? Als de prijs laag is, is het voor bedrijven vaak niet meer interessant om het product te verkopen. Maar als de prijs steeds hoger wordt, dan wordt het steeds aantrekkelijker voor een bedrijf om dat product te gaan verkopen. Daarom zien we de aanbodlijn stijgen. Een voorbeeldsom. Er is een groot feest op de Wezenthorst. Hier is de vraag naar bekers groter geworden. Wat gebeurt er met de prijs? De prijs zal gaan stijgen, want er zijn immers meer mensen die het product willen gaan kopen. Is het interessant om ook bekers te gaan verkopen? Ja, je zou kunnen stellen dat het interessant kan zijn om ook bekers te gaan verkopen, want de vraag naar bekers is namelijk groter geworden. Er komt een nieuwe aanbieder van bekers op de markt. Wat gebeurt er dan met de prijs? Het aanbod van bekers wordt nu groter, want er zijn meer bedrijven die het gaan aanbieden. En als het aanbod groter wordt, hadden we afgesproken dat de prijs dan ging dalen. Want nu moeten bedrijven nog meer met elkaar gaan concurreren, want het aanbod is meer, maar er zijn niet meer mensen die het willen gaan kopen. We gaan kijken naar de transparante markt. Jouw producten en prijzen zijn goed met elkaar te vergelijken. Als dat het geval is, spreken we van een transparante markt. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video van paragraaf 3.3, de markt op. Vond je dit een nuttige video? Like deze dan alsjeblieft. Heb je nog een vraag of een opmerking? Plaats die dan hieronder aan de video. Ik bedank jullie voor het kijken en graag tot de volgende keer.